U bent in Almelo aangekomen. Van waar komt u? Uit Apeldoorn. En vertelt u, waar bent u mee bezig? We zijn samen onderweg naar Emmen. We gaan een nachtje naar Van der Valk. Even ertussenuit. En er is een challenge op internet om met de fiets in elke gemeente langs te komen. Dus daar maken we ook een ommetje. Van waaruit deze tocht is ontstaan? De motivatie daarvoor? Als kleine minivakantie. Even lekker om binnen eigen land nog er tussenuit te gaan. En dan zoek je naar de mogelijkheden. En dan gaan we dit maar doen. Ja. En hoeveel kilometer per uur rijden jullie ongeveer? Nou, we rijden 25 tot 28 kilometer per uur gemiddeld. En we zijn vandaag 140 kilometer onderweg. En hoe gaat het met de kou? Oh, gaan we goed eigenlijk. We hebben een paar laagjes aan. En als je er gewoon goed op kleedt, dan is er niks aan de hand. Hoe lang blijft u in Almelo? Nou, tot het broodje op is eigenlijk. En dan gaan we weer door. En waar gaat de reis dan naartoe? Naar Emmen. Ja, daar is de overnachting. Okay. Wanneer verwacht u over te zijn? Ja, ik hoop ongeveer om 3 uur. We gaan straks nog Frieseveen te bergen. Dan zit je door Duitsland. Dat inhammetje gaan we oversteken. En dan naar Emmen. Ja. En is de bedoeling dat jullie nog ergens overnachten? Ja, daar in het hotel. Ja. En dan gaan we morgen weer terug. En als de challenge volbracht is, krijgt u daar dan een bepaald diploma van? Of een medaille? Alleen online volgens mij. Ja. Er is wel een ranglijst inderdaad van mensen die het volbracht hebben. En zijn er veel mensen die daaraan meedoen? Nou, ik ken wel wat vrienden die dat ook doen inderdaad. Dus dat is wel leuk. Samen ga je er dan soms op uit om wat nieuwe plekken te ontdekken. En Almelo is natuurlijk de moeite waard om even een boterhammetje te eten. Ja, daar zijn we ook met opzet door het centrum gegaan. Want dan zien we tenminste ook een beetje wat van de stad en de omgeving. En beviel het? Ja, gezellig met de markt. En u, bevalt het om in Almelo te zijn? Jazeker, ik kom denk ik nog wel een keer terug.